Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag ben ik hier samen met mijn beste vriend, Miep. Ik heb geen idee wat er met hem aan de hand is, maar hij kijkt 24/7 blij en dat is positief. Doe even een blauw duimpje omhoog op deze video, want vandaag speel ik namelijk samen met jullie Roblox Meep City. Iets wat ik 1 keer eerder heb gespeeld, een lange tijd geleden in een livestream, maar ik heb er nog nooit eerder een video van gemaakt. Dus we gaan het gewoon eens een keer proberen. Ik zie dat ik hier in ieder geval allemaal verschillende soorten dingen kan doen. Zo kan ik bijvoorbeeld slapen. En mijn Miep slaapt gezellig met me mee. Ik weet niet waarom ik gewoon random hier midden buiten op de grond ga liggen om te slapen. Maar schijnbaar kan dat gewoon. We kunnen ook dansen. Oh shit! Ik heb gekke moves, man, bro. Ik heb hele gekke moves. Oké, nou, very interesting. Wat kunnen we nog meer doen? Is er nog iets anders? We kunnen huilen. Oh, we zijn verdrietig. Alleen is onze Miep nog steeds 24/7 blij. Hij heeft er helemaal geen last van. Oh, Miep die denkt dat ik aan het slapen ben. Kijk dan, omdat ik met mijn handen voor mijn ogen zit. Oh, dat is wel schattig. En ik kan doen alsof ik dood ben. Is dat echt een mogelijkheid? Ja, ik kan... Wow. Ik weet niet wat er gebeurde en waarom ik in één keer 2 meter naar voren ging. Maar oké dan, interessant. Nou, weten we dat. Ik ga eens even rondkijken wat er allemaal te doen is hier in Meep City. Ik zie hier een meisje genaamd Cospi. En ik zie hier een aantal mensen vissen. Ik kan ook vissen! Ik snap het al, je moet proberen een vis te raken. Dus waarschijnlijk moet je... Nu. Nee, dat is veel te ver. Nog een keer. Nu. Ja? Oh, bijna iets verder. Nu. Heb ik hem? Ik heb hem! Nieuw species! Wat? Is dit een vis? De grassy parsley green fish. Het is letterlijk gewoon een blok van gras. Maar schijnbaar is het een vis. Oké, ik begin het te begrijpen. Gaan we het nog een keer proberen hoor. Daar gaan we. Nu. Oh shit, ik heb er weer één. Welke heb ik nu? De concrete medium stone crayfish. Ik heb geen idee waarom in de Meep City alle vissen eruit zien als bakstenen. Maar schijnbaar is dat een ding. Nou, dan gaan we de volgende proberen te pakken. Dat is deze hier zo. Ja hoor, ik heb hem gewoon weer. En we hebben weer een nieuwe gekregen. Nou jongens en meisjes, wat leuk. Gaan we er nog eentje pakken? Daar gaan we hoor. Let's go. Hebben we hem? Nee, we hebben hem bijna. Oh wacht, ik heb er eentje. Nice, hij zwom er zomaar naartoe. We hebben nu een houten plankvis. Mijn favoriete vis, jongens en meisjes. De houten plankvis. Ik ben hartstikke blij. Nou, was in ieder geval leuk. Ik hou ermee op, joh. Ik heb even lekker wat visjes gevangen. We hebben lekker wat muntjes erbij gekregen. Ik ben hartstikke tevreden. Dit is trouwens mijn huidige outfit. Met mijn dikke Roblox chain en mijn chill cap. Waar letterlijk gewoon chill op geschreven staat. Ik vind het leuk. Als het goed is, hebben wij ook een huis. En daar wil ik eigenlijk even naartoe gaan. Is dit mijn huis? DutchTuber Jobs State. Oké, we gaan eens even kijken hoe het eruit ziet, mijn huis, jongens en meisjes. Ik ben benieuwd. Hebben wij een beetje een mooi huis? Dat is het moment. Oh! Wij hebben op zich een redelijk mooi huis. Ja, ja, jongens en meisjes. En ik geloof dat ik het huis zelf eens een keertje heb ingericht. Vandaar ook die televisie waar ik schijnbaar ook een andere zender op kan aanzetten. Oh, wat is dit? Een gekke spacey rainbow kicker. Oh ja, hij gaat echt alle kanten op gewoon, hè. Nou, ik ga deze zender lekker laten aanstaan. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ik ooit mijn bed heb neergezet in een badkamer. Het is een beetje een rare plek als je het mij vraagt, maar oké dan. Nou, dit was het in ieder geval. We hebben ons huis weer een beetje geïnventariseerd. We kunnen ook onze avatar veranderen. Is misschien ook wel even een leuk idee, want ik zie er wel echt heel erg raar uit op dit moment. Like, for real. Ik zie er echt heel erg raar uit. Ik kan ook deze gekke dino-muts opzetten. Vind ik op zich ook wel een leuke. Is er een ander... Oh! Koning DutchTuber! Oh shit! Oh shit, ik zie er wel heel erg stoer uit op dit moment. Ik had al een zonnebril. Ik had geloof ik deze zonnebril hier. Is er een ander soort... Oh, ik kan zelfs dat enge masker opzetten van Friday the 13th. Oh, dat is zo creepy. Ik ga sowieso deze regenboogbril doen. Oh yeah, swagged out man. Sowieso. Oh, wat? Oh, ik wil... Wacht eens. Oh my god, ik ben gewoon... Ik ben gewoon die meme. Ik ben gewoon die hondenmeme. Oké, dat vind ik fantastisch. Sowieso dat we hiervoor gaan. Ja, ja, jongens en meisjes. Als een baas. Oké dan. Ja, ik vind het echt amazing. Ik weet echt niet wat ik allemaal aan het doen ben. Maar het is legit echt lachen. Laten we gewoon eens even rondkijken. Wat wij hier nog allemaal kunnen meemaken.
Kun je trouwens ook echt een kind of zo kopen? Like, is dat mogelijk? Want ik kan hier dus kijken, ik kan de naam veranderen van mijn Miep. Dat is op zich een leuk idee. Hier kan ik dus allemaal verschillende soorten dingen doen. Hebben jullie bijvoorbeeld ooit een hond zien dansen? Nou, bij deze. Tja-tja-da-da. Nou, fantastisch. Wat voor mogen. Ik vind het zo grappig hoe we ook gewoon lopen en dansen tegelijk. Het slaat helemaal nergens op. Laten we eens even gaan kijken wat er hier te doen is bij de playground. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien dat we een gek speeltoestel kunnen uittesten wat waarschijnlijk ons dood wordt. Oh my god. Dit ziet er best wel tof uit. Wat is dit? Home improvement. Dus hier zou je je huis kunnen verbeteren. Oh shit, dat klinkt best wel epic als je het mij vraagt. Oh, er staat een pinguïn bij de kassa. Dat zie je niet heel erg vaak. Maar ja, oké dan. Ah, hier kun je allemaal dingen kopen. Je kunt bijvoorbeeld verf kopen voor je huis. Je kunt een andere wallpaper kopen. Regenboog. Oh, dat is zo duur. Maar die... Oh, pizza? Ik wil de pizza wallpaper. Oh ja, ik heb gewoon zojuist een pizza behang gekocht. Ik ga die sowieso uittesten bij mijn huis. Dat is echt amazing. Oké, wacht even. We gaan even verder kijken wat er hier nog meer is te vinden. Want er zijn hier meer winkeltjes. Of hoe je het ook zegt. Wat hebben we daar bijvoorbeeld? Hier kun je vissen. Oh, wat is dit? Meep City Fisherman. Ah, hier kan ik alles verkopen wat ik heb gevangen tot nu toe. Ik heb het allemaal verkocht, jongens en meisjes. Al mijn vissen zijn zojuist verkocht. En wat kan ik hier doen? Morph into a teen. Hiermee kan ik veranderen in een tiener. Oh, nu ben ik een tiener geworden. Kijk, ik ben kleiner. En als ik hier naartoe loop, kan ik mezelf veranderen in een kind. Kijk, ben ik nog kleiner. Ik heb nu echt een super groot hoofd. Ik heb een enorm groot hondenhoofd en een super... Ik ben ook gewoon nog steeds aan het dansen. Stop er eens mee, man. Oh my god, ik heb echt iets met dansen. Hier kan ik speelgoed kopen. Oh my god, dat is zo epic. Voor 10.000 munten kun je gewoon een jetpack halen. Dat is amazing. Kun je dan gewoon literally overal naartoe vliegen? Dat zou zo sick zijn. Ik heb maar 300 munten. Are you serious right now? Ja, oké. We weten in ieder geval dat je hier de speelgoed kunt kopen. Wat is dit? Kunnen mijn Miep's hier werken of zo? I don't know. Pet shop. Oh shit. Oké, wacht, ik heb al een Miep geadopteerd. Maar misschien kan ik een ander soort Miep adopteren. Eentje die glow in the dark is of zo. Stel voor, je hebt een glow in the dark huisdier. Dat is wel echt super epic. Oké, mag ik een Miep van jou kopen? Adopteer een Miep. Ah, je hebt er al eentje. You can't adopt another one. Shit. Maar, oh, ik kan wel accessoires kopen. Oh, ik kan accessoires kopen voor mijn Miep. Hé, dat is wel leuk. Wat ga ik voor hem kopen? Eigenlijk heeft hij ook dat hoofdje nodig van die hond, hè. Gaan we gewoon even wat coins erbij kopen. Zullen we dat doen? Hoeveel coins gaan we kopen? Oh, dat is wel heel erg duur. Zullen we er 400? Nee, dan hebben we nog niet eens genoeg. Oh, wat is dit duur, joh. Dat is echt bizar. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon lekker doen met het geld wat we al hebben. We gaan een slagroomhoed voor hem kopen. Bam! Hopsakeetje. En wat zullen we nog meer kopen? Hondenoortjes. Is hij toch een soort van hond? Hoppa, zo doen we dat. Heeft hij het nu ook direct aan? Kijk dan, hij heeft hondenoortjes. Dat is zo cute. Oké, wacht, we gaan hem deze aandoen. Kijk dan, hij heeft zojuist een slagroomhoed gekregen met hondenoortjes. Nou, ik ben tevreden, jongens en meisjes. We hebben het meest toffe huisdiertje ooit. Alleen de naam Miep is wel heel erg basic. We zouden hem een andere naam kunnen geven. Hebben jullie een leuke naam voor mijn Miep? Honden, slagromen, huisdier. Smack het dan beneden in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik weet eigenlijk niet wat we nog meer kunnen doen. Wij kunnen naar de... Ah, daar kun je meubels kopen. Bij furniture. Nu snap ik het. Laat mij eens eventjes kijken. Ik wil eigenlijk wel een beetje een mooi huis hebben. En ik weet zo 1, 2, 3 wel wat er ontbreekt in mijn huis. Dus als we hier nou even naartoe lopen... Je kunt een candy pack halen. We zouden dus gewoon literally een huis kunnen maken. Die volledig is ingericht met snoepmeubels. Dat is amazing. We kunnen dat kopen voor 1300 Robux. Oh shit, dat is wel heel erg tof. Willen jullie dat ik dat doe? Dan wil ik dat jullie massaal een like doen op deze video. En als we super veel likes halen, ga ik in de volgende video, waarin ik Miep City speel, dit pakket kopen vol met candy meubels. Hé, want ik vind het echt heel vet. Ik ga niet voor jullie liegen. Ik vind het amazing. Je kunt ook allemaal verschillende soorten posters kopen. Oh shit, man. Is er een poster die ik leuk vind? Een bepaalde soort? Deze vind ik wel schattig. Een regenboogster. Zullen we die kopen? Of nee, een UFO.
Ja, een Miep UFO. Ja, die ga ik sowieso kopen. Oké, cool. Dan gaan we nu even terug naar ons huis, jongens. Let's go. Even kijken. We gaan onszelf teleporteren naar huis. En dan ga ik eens even kijken hoe mijn pizza behang eruit ziet, oké? Ik bedoel, ik persoonlijk zou nooit mijn eigen huis moeten gaan behangen. Want dat zou er echt niet gaan uitzien. Ik ben daar echt totaal niet handig in. Maar een pizza behang klinkt wel sick, man. Dus dat gaan we sowieso even toepassen. Let's go. Oké, daar gaan we. Even kijken. Wallpaper. Oh, shit. Pizza party. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Ik vind het amazing. En dan konden we, als het goed is, hadden we nog een postertje gekocht. Waar is die? Ah, die is hier zo. Waar zullen we die neerhangen, jongens? Zullen we die gewoon hier zo bij de eettafel doen? Oh, shit. Wat gebeurt er? Oh, ik ga een beetje snel heen en weer. Ja, rustig. Ah, zo. Zo, oké. Okay. Nice. En bam. Nee, wacht. Hij moet even draaien. Waarom staat hij zo raar? Bam. Ja. Oh ja, yeah. Oké, okay. ik ben klaar, jongens. We hebben het gewoon gedaan. We hebben een pizza behang. We hebben een mooie poster van Miep in een UFO. Ook al ziet de Miep er op de poster wel wat anders uit. Want die van ons heeft namelijk slagroom op zijn hoofd. Willen jullie een deel 2 van Miep City? Waarin ik dat speciale pakket koop met snoepmeubels? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Het was je boy de Tuber. En tot de volgende keer. Adios.